Thank you.
Goedenavond allemaal. Het is heerlijk om jullie alle te zien. Nou ja, zien. Zit het in het donker. Maar heerlijk om deze avond jullie allemaal te mogen begroeten. In de voorbereiding op deze Pasingin zag ik op Instagram en op Facebook al allerlei berichten voorbij komen. Sommige mensen die uit Veenendaal kwamen, dus die konden lopend of met de fiets. Maar ook wel een aantal mensen die echt serieus een end moesten rijden. Een half uur, drie kwartier, een uur. En sommigen van jullie zitten nu en denken een uur. Was het maar een uur. Heerlijk dat je er bent en dat je vanavond de moeite hebt genomen om hier naartoe te komen om samen met ons de Bijbel open te doen, om samen met ons heel veel liederen te zingen. En dat gaan we doen vanavond. We gaan liederen zingen, je hebt het al gemerkt, dit waren geen paasliederen, dit waren liederen van passie, liederen die het lijden en het sterven van Christus bezingen. Maar in de loop van de avond zul je merken dat er een opbouw zit in wat we lezen en met elkaar overdenken, maar ook in wat we met elkaar zingen. Dat groeit uit naar Pasen. Voordat we verder gaan, en straks hoop ik ook met jullie te bidden en uit de Bijbel te lezen, wil ik eerst even wat praktische mededelingen doorgeven. Het programma is zo opgebouwd dat er geen pauze is. Mocht je ergens een keer een sanitaire stop maken, dan kan dat natuurlijk altijd. Doe dat dan tijdens het zingen, dat is het meest makkelijke, denk ik. En dan, als je uit die uitgangen gaat, dan heb je aan de rechterkant de dames en aan de linkerkant de heren. Dan ga je het wel vinden. Dat zijn wat betreft de toiletten en het programma. BAV, dat is altijd het praatje wat ik mag houden, moet houden, wil houden. Waarvan ik altijd het meeste hoop dat het meest zinloze was. En toch goed om het te benoemen. Je ziet nooduitgangen, maar je kunt ervan uitgaan dat als er iets heftigs gebeurt, dat er ook allerlei mensen met een gekleurd hesje overeind springen. En misschien is dat wel goed om dat toch eventjes voor de zekerheid te laten zien. Peter, kun jij wat licht in de zaal brengen en dat alle BAV'ers met een mooi hesje even hun hesje showen. Kijk even om je heen. Dan zie je aan de achterkant en boven op de galerij ook, zie je mensen op de hoeken en in het midden, ja, als die niet opvallen, dan valt niks meer op. Nou, doe de licht, dan gaan we weer uit, Peter. Ja, applaudisseer maar even. Want zij hebben vanavond de mooiste plekken vooraan opgegeven om achteraan of daar ergens in een hoekje te staan om te helpen, mocht dat nodig zijn. Luister dus ook wel echt naar ze. Even een serieuze noot. Mocht er wat gebeuren, naar niemand anders luister je dan naar diegene met zo'n hesje. Daarvoor hebben ze zo'n hesje aan. Dus doe dat. Luister naar ze. Mocht je onwel worden of niet helemaal lekker zijn, dan kun je altijd naar achteren lopen, dan kun je ze daar vinden. En mocht je onwel worden en niet meer in staat zijn om naar achteren te lopen, hopelijk heb je dan buren om je heen zitten die even kunnen attenderen van hier is iemand die hulp nodig heeft.
En laatste opmerking over de BRV. Mochten we dit pand verlaten, ga dan niet je auto in de parkeergarage of hier een straat verderop opzoeken. Maar ga naar de overkant van de straat op een verzamelplaats daar. En blijf daar wachten tot je nader instructie krijgt. Niet gaan rijden. Want dan wordt het natuurlijk een drama voor iedere brandweer en ambulance om hier te komen. Nou, spreek voor zich. Dit wisten jullie allemaal al lang natuurlijk. Maar ik wil dat wel gezegd hebben. Voordat we met elkaar bidden en een stukje uit de Bijbel gaan lezen, stel ik voor dat we eerst nog met elkaar wat zingen. En ik geef de leiding gauw weer terug aan het muziekteam.
Laten we samen bidden. Heere God, grote God, we danken u heel hartelijk dat we met zoveel vanavond hier samen mogen zijn in Veenendaal. Van alle windstreken uit Nederland en ook vanuit allerlei verschillende kerkelijke denominaties, verschillende achtergronden, verschillende tradities, verschillende gewoonten en verschillende gebruiken, zijn we hier vanavond bij elkaar. Om uw naam groot te maken, om uw naam te eren, om u te danken, Heere God, dat u uw zoon gaf naar deze wereld. Klein en nietig met kerst, gebroken man aan een kruis, maar koninklijk opstond uit de dood. Heere, mogen alle liederen die we vanavond met elkaar bezingen en ook daarmee ook overdenken, mogen al die liederen ons hart stuwen richting u. Als we hier vanavond zijn gekomen omdat we de liefde van Christus al in ons hart hebben uitgestort gekregen, dat vuur van binnen al brandt. Heere, laat het harder branden. Werk met uw geest zo dat de woorden die klinken en de woorden die gelezen worden hun uitwerking niet missen, maar dat we als we strakjes van hier gaan, dat we gezegend naar huis gaan. De week in kunnen met u aan onze zijde. Omdat we u hebben gezien, wie u werkelijk bent. Heere, dat is ons gebed als we u al kennen, maar ons gebed is nog veel groter als we u niet kennen. Heere, we bidden u voor een ieder van ons hier vanavond die zo vaak dat kruis misschien wel hoorde, zo vaak er wel over las of anderen er enthousiast over hoorden spreken, dat kruis van Christus zoveel betekenis had. Maar zij, ze zitten hier vanavond, hebben echt geen idee. Ten diepste nog nooit echt dat geheim van het kruis van Christus, zijn opstanding, nog nooit gezien. Heere God, ze hebben u niet gezien. En we willen heel eerbiedig hen bij u neerleggen en vragen, Heere God, wilt u ze aanraken vanavond? Door woord en geest. Laat deze avond niet alleen maar leuk, fijn en gezellig zijn, maar laat het, als het gaat over het koninkrijk van u, dat komt en wat opgebouwd wordt, dat het werkelijk van betekenis zal zijn. Heere, dat is ons gebed. Omwille van uw naam en tot eer van uw heerlijkheid en majesteit. Om Jezus wil. Amen. Het thema is zie het Lam van God. Nou, voor degenen die een klein beetje thuis zijn in de Bijbel, denken nou, dan allicht gaat hij iets doen met Johannes 1. Daar komt het notabene twee keer voorbij. Johannes 1 gaat over de apostel Johannes. Johannes de Doper. Ik vergis me, Johannes de Doper. Die op een dag spreekt met een groep mensen. En als hij spreekt, ziet hij Jezus naderbij komen. En hij vertelt richting de mensen die naar zijn preek zitten te luisteren over God en over geloven en wat dat allemaal betekent en hoe je zonden vergeven kunnen worden. Dan zegt hij, dit is hem. Hier ging het de hele tijd al over. Ik heb jullie toch verteld dat God een goede God is. Dat hij rechtvaardig is en heilig is. En dat zoals jij en ik bedoeld zijn als mens, dat we zo niet zijn. Dat we zo gezegd mislukt zijn. We proberen er wel wat van te maken, heus wel. Maar als jij en ik eerlijk zijn en in de spiegel kijken, dan maken we het niet waar. Wel volgens de standaard van mensen onderling, dan doen we het wel aardig. Maar als je jezelf vergelijkt met de bedoeling waarmee God je maakte, om volmaakt, zuiver, liefdevol en goed te zijn, altijd in alles, dan misluk jij kansloos en ik ook. En God heeft een oplossing voorzien in zijn Zoon Jezus. God zelf is dat lam wat tot de verzoening gegeven is, zodat het weer goed komt tussen jou en God. Daar had Johannes zo vaak over gepreekt. En nou, opeens ziet hij dat lam van God waar hij altijd over sprak, en al die offerdiensten waar het over gegaan was in het Oude Testament. Hij zegt, maar dit is het antwoord van God. Jezus, die moet je echt zien, die moet je gezien hebben, daar moet je naar gekeken hebben.
Vers 29, Johannes 1, vers 29. De volgende dag zag Johannes Jezus tot zich komen. En hij zei, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het van wie ik gezegd heb, na mij komt een man die voor mij geworden is. Want hij was er eerder dan ik. En Johannes zinspeelde naar, dit is wel een man van vlees en bloed. Maar hij bestaat voor eeuwig en altijd. Dit is niet alleen een mens, dit is ook God. Ik wil dat je meer achter hem ziet dan een gewone Joodse man. En Johannes gaat verder en hij zegt tegen de mensen die naar hem luisteren. Ik kende hem niet, deze Jezus. Maar opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom ben ik gekomen om te dopen met water. En Johannes getuigde, ik heb de geest zien neerdalen. Laat me je wat vertellen. Ik heb de geest van God in de gedaante van een duif zien neerdalen. En die duif, die bleef op deze Jezus zitten. Ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden heeft, God heeft mij gezonden met een roeping om te dopen en om te preken. En God zelf heeft tegen mij gezegd, als jij op een dag de geest van God in de gedaante van een duif op een man ziet neerdalen, dan weet je dat de Messias die beloofd is, eeuwenlang, dat de Messias gekomen is. Dan weet je het. Dan valt zogezegd het geestelijke kwartje. En Johannes zegt, ja, sorry, ik kan niet anders dan getuigen van de hoop die in me is en van wat God gesproken heeft. Ja, ik kan het alleen maar navertellen. Ik kan het alleen maar navertellen. Ik heb gezien. Ik heb gezien, zegt Johannes. Ah, en ik vertel gewoon wat ik gezien heb, hè. Mijn getuigenis is gebaseerd op wat ik heb gezien. En het is nu aan jou of je het aanneemt. Of je dat gelooft. Ik heb gezien en getuigd dat hij de Zoon van God is. En de volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En dan komt Jezus weer voorbij. En, en toen hij Jezus zag lopen, zei hij, zie het Lam van God. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen. En ze volgden Jezus. Volgens mij, er valt natuurlijk heel veel over zo'n Bijbelgedeelte te zeggen, maar volgens mij, als jij vanavond hier zit en je zegt, dat thema hè, van zie je het Lam van God, dat heb ik ook. Ik heb het Lam van God gezien. Ik heb de Heer Jezus gezien, niet met mijn fysieke ogen, maar wel met de ogen van mijn hart, door de Bijbel te lezen, door met hem in gesprek te zijn, in het midden van het gebed. Ik heb hem gekend en ik heb hem gezien en ik word daarin geworteld en verdiept. Dan zou ik zeggen, een heerlijk getuigenis, joh. Wat een zegen, wat een genade van God dat dat zo is. Maar dat kun je wel merken, ook bij jezelf. Als je soms twijfelt, van, ja, heb ik nou wel wat in Jezus gezien of niet? Hier zie je het gevolg. Mensen die Jezus hebben gezien en hebben gezien dat hij het Lam van God is, wat doen die? Die volgen. Die hebben als zogezegd hun eigen ZZP opgegeven. En zeggen, ik ben niet langer mijn eigen baas. Ik voel niet langer zelf de regie in mijn leven, maar voor de vergeving van mijn zonde kijk ik naar het kruis van Christus, waar het Lam tot verzoening van de zonde is gehangen. En voor mijn leven en voor mijn regie en voor mijn keuzes in mijn leven kijk ik ook naar hem. En luister ik naar hem en volg ik hem. Dus als je het zingt, zie dat Lam van God dat de zonde de wereld wegneemt, dan kun je jezelf dat afvragen. Ben ik al zo hopeloos dat ik een redder nodig heb? Of red ik het nog prima zelf? Ik heb helemaal geen Jezus nodig. Prima, interessant, inspirerend persoon, maar daar moet je het ook wel bij laten. Ik heb hem niet nodig voor de vergeving van zonde. Dat regel ik allemaal zelf wel. Als je zo denkt, dan heb je hem niet gezien. En als je zegt, oh ja zeker hoor, ik beleid Jezus als de Heer en de redder van mijn leven. Maar vervolgens is morgen bij de kantine helemaal niks ervan te merken. En praat je met alle winden mee en is er nergens iets te zien dat Jezus werkelijk de koning is van je leven. Ja, ik weet niet. Het lijkt er dan op dat je niks gezien hebt vanavond. Waar we om baden is dat we het Lam zien voor de vergeving van onze zonden en voor de leiding in ons leven. Dus ik ben heel benieuwd, als we de liederen die we nu gaan zingen, zingen. Ja, wat zie je nou eigenlijk in Jezus? Wat zie jij vanavond in hem? Ook als je Johannes' getuigenis hoort. Is dat nou je koning? Of is het je koning? Zeg jij het maar. Thank you.
Thank you.
Vanavond hebben we nog twee gasten op het podium. Gerco, kom hoor. Gerco Guit hoopt een gedicht voor te dragen en strakjes hoopt Maartje Kok dat ook te doen. Maar ik bedacht me net dat ik jou helemaal vergeten was in het vorige stukje om even je naam te noemen. Ik dacht, dat is niet nodig. Nee, maar dat is wel sympathiek. Staat hij aan, denk ik? Ik heb geen idee. Hallo? Ja. Kijk, fantastisch. Succes. De koning op de knieën, een doodsbange held. De trouw zelf wordt verraden, verraden voor geld. De vriend wordt verlaten, de liefde gehaat. Zelfs zijn drie beste vrienden zijn niet tot waken in staat. Hier in de hof van het lijden waait een ijskoude wind. De God aller goden keert de rug naar zijn kind. De God aller goden keert de rug naar zijn kind. De redder der mensen wordt zelf niet gered. Zie, de hoorder van bidders gaat zelf in gebed. Zijn stem breekt de stilte. Heer, is het niet mogelijk dat gij de volle beker van het lijden laat voorbijgaan aan mij? Och Vader, ik bid u niet dat mijn wil geschiedt. Laat mij maar volbrengen wat u mij gebiedt. Zijn angst wordt intenser. Zijn lichaam zweet bloed. Maar de angst kan niet winnen, zijn liefde wint het voorgoed. Daar loopt hij, mijn redder. Zie, hij komt dichterbij. Ik schuif wat naar achteren, maar hij loopt rechtstreeks naar mij. Dan geschiedt hier een wonder. Het gebeurt langzaam, maar zeker. Hij geeft mij een briefje, ik geef hem mijn schuldenbeker. Verbaasd zie ik hem vertrekken, met mijn beker in zijn hand. Ik open het gekregen briefje en lees: je bent welkom in mijn vaderland. U geeft ware vreugde in mij.
Grace
Over zien gesproken, ik wil aan jullie allemaal vragen, ik wil een stukje gaan lezen uit Lucas 23. En ik zou jullie willen vragen of je, terwijl ik dat dan voorlees en je het meeleest, je iedere keer probeert in te denken, wat zie ik nu? En wat zien de mensen waar het dan over gaat, die voorbij komen in die geschiedenis, wat zien zij? En wat voor een effect heeft dat? In het vervolg van de dag? Of heeft het helemaal geen effect? Gaan ze gewoon door? En is datgene wat ze gezien hebben, ja, even leuk? Iets om te vertellen bij de koffie, maar verandert hun leven niet. Dat is een beetje de oefening als we een stukje uit de Bijbel gaan lezen. Misschien een beetje raar, maar doen we wel mee. Wat zie je? Probeer dat eens een beetje in te kruipen. Lucas 23, vers 33. Toen ze op de plaats kwamen, die schedel genoemd werd, kruisigden ze hem daar. Dat gaat dus over Jezus. Met de misdadigers, de een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En nu heb je het dus al gezien, hè? Ze lopen niet meer, die drie misdadigers, of twee en Jezus. Maar Jezus wordt als een misdadiger weggezet. Inmiddels hangen ze dus al. Zover was je toch? Dat had je al gezien. Ze hangen. Oké. En Jezus, hangend aan dat kruis, zegt, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En terwijl Jezus dat roept, jij ziet het nu ook al. Je ziet Jezus hangen. En die mensen die daar dan onderin zijn kleren, haalt mooie kleren, die kijken niet op of om, lijkt het wel. Dus dat zie ik in gedachten even. Want wat er staat is, en ze verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. Vonden zijn kleren te mooi om het kapot te scheuren. Dachten, weet je wat, als één mazzel heeft, heeft hij een mooi stuk kleding. En het volk stond toe te kijken. Hey, wij zijn vanavond niet de enigen die kijken. Er stond een heel clubje om dat kruis heen te kijken. Zij waren ook aan het kijken. Net als wij vanavond. En met hen beschimpte ook hun leiders hem. Oh. Nu zie je dus niet alleen meer iets, maar nu hoor je ook wat.
Die mensen die rondom dat kruis van Jezus staan met die misdadiger links en rechts, zitten niet alleen maar een beetje te kijken. Hun hart spreekt zich uit en maken Jezus belachelijk. Oké. Wat zeggen ze dan? Nou, dat volk en de beleidsbepalers, de influencers van die dagen, zeggen dit. Anderen heeft hij verlost. Hij had altijd zijn mond open, joh. Dat hij de grote verlosser was, dat hij de Messias was, de Zoon van God. Nou, haha, daar hangt hij aan een kruis. Kiek hem hangen. Daar gebeurt niks meer mee, hè. Dat is wel klaar. Ik denk dat dit nog de milde vorm van spot is. Anderen heeft hij verlost. Laat hij nu zichzelf verlossen als hij de Christus is, de uitverkorene van God. En ook de soldaten kwamen hem bespotten en brachten hem zure wijn. En ze zeiden, als u de koning van de Joden bent, verlos dan uzelf. We hebben nu al een hele hoop mensen voorbij zien komen. Hè? En we hebben al heel veel dingen gezien, maar we hebben ook dingen gehoord. En er was ook een opschrift boven hem geschreven in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters. Dit is de koning van de Joden. Je ziet dat bordje hangen, hè? En het staat daar in allerlei talen. Ook de buitenlanders die in Jeruzalem te gast waren dat weekend konden kijken en konden lezen. En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde Jezus en zei, als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Maar de anderen antwoordden en bestraften hem. Vreest zelfs u God niet? Daar u hetzelfde vonnis ondergaat. En wij toch rechtvaardig, hè? Jij weet heel goed dat jouw leven alles behalve volmaakt is. Jij hangt hier terecht, maat. En ik ook. Maar het getuigenis van die persoon hier in ons midden, ik weet niet, maar wat je over hem hebt gehoord en wat ik tot nu toe van hem heb gehoord, ik heb hem net horen zeggen dat hij degene die hem belachelijk maken, die hem bespotten, die hem aan een kruis hangen, volgens mij zwaar onterecht. Hij heeft net voor ze gebeden. Ik weet niet. Volgens mij hangt hij hier onterecht. Als hij hier hangt, hangt hij hier zeker niet voor zichzelf. Dus misschien moeten we een toontje lager zingen. Je ziet het gebeuren. Wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat we gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En dan zie je dat die ene misdadiger aan dat kruis niet alleen voorbij het kruis van Jezus kijkt naar die andere misdadiger, maar dat hij naar Jezus kijkt. En ik vind dat zo mooi. Als je dat vanavond toch ziet. Een zondaar die het echt vergald heeft, verprutst heeft, compleet mislukt leven. Het is over. Sloes. Wat zie je gebeuren als zo iemand die gewoon helemaal mislukt is, dat wordt helemaal niks meer. Als zo iemand naar Jezus gaat kijken, wat gebeurt er dan? En als Jezus zo iemand naar zich toe ziet komen en hem hoort aanspreken. Wat doet Jezus dan? Dat is het slot van het gedeelte. Maar dat moet je wel gezien hebben. Hè? Dat moet je vanavond wel gezien hebben. Dat lam van God wat aan een kruis hangt, dat wordt door een misdadiger aangesproken. En hij zegt tegen Jezus, Heere, wilt u aan me denken als u in uw koninkrijk gekomen bent? Wilt u aan me denken? Ik weet niet veel van u, maar u bent tot veel in staat. Wilt u aan me denken? En Jezus draait zich om en kijkt naar hem en zegt, joh, ik ga niet alleen aan je denken. Als ik straks de dood inga en jij volgt, wacht ik je daarop. Reken maar. Je zult zien naar wie je hebt gekeken. Het Lam van God. En je zult ontdekken dat je iets in die man zag, hier nu naast je, dat hij werkelijk was wie hij zei dat hij was. Namelijk de koning van de Joden, wat boven zijn bordje hing. Dat zag je namelijk. Als je naar mij keek, zag je de hele tijd dat bordje. Ik bleek de koning van de Joden zijn. Jij zult straks, als je doodgaat, zul je het ontdekken. In die geestelijke werkelijkheid waar je dan in terechtkomt, hoe het gaat zijn, ik ga je niet alles vertellen. Maar kan je één ding vertellen, vertrouw mij op mijn woorden. Je zult met mij zijn in het koninkrijk. Jij gaat deel uitmaken van dat koninkrijk wat straks zichtbaar wordt. Zie je dat ook? Heb je in jouw leven al zo een keertje naar de Heer Jezus gekeken? Wat vaker hoop ik ook. Echt naar Jezus gekeken, Heer Jezus. Het is met mij niet zoveel. Ja, mijn Instagram feed ziet er wel tof uit, ja. Maar dat is niet mijn leven. Mijn leven is alles wat er niet op Instagram staat. Daar maak ik me zorgen om. Als ik u moet ontmoeten, dan wordt het niet veel. U bent waarschijnlijk niet geïnteresseerd in mijn Instagram. Maar wel in alles wat er niet op staat. Hoe komt dat goed? Nou, dan heb ik wel. Ik krijg er hoop van. Ik krijg er hoop van dat deze koning hier de dood ingaat, maar voor zijn sterven al zegt,
Jij die je hoop op mij vestigt, heb goede moed. Je zult met mij in het koninkrijk kijk zijn. Reken maar. Van zo'n verlosser, daar wil je van zingen. En ik zie dat sommigen af en toe willen staan, anderen weer willen zitten. Laten we met z'n allen deze liederen in ieder geval staan. Die volgende liederen mag je van mij even lekker blijven zitten. Dat is ook wel eens fijn. Maar deze komende liederen, die gaan we staand zingen. Om hem te danken, te eren voor het feit dat hij zo'n machtig, grote verlosser is. Die raad weet met verschrikkelijke zondaren. Kom erop.
Is het van ons niet. Maar jullie hebben inmiddels door, als die kerel dat trapje opspringt, dan kunnen wij wel weer gaan zitten. Ja, dat is wel mooi. Heb ik niet eens gezegd en jullie snappen dat. Nee, heel fijn, heel fijn. Ik wil met jullie een van mijn meest favoriete bijbelgedeeltes lezen. Ik ben zelf reformatorisch opgevoed en nog steeds overtuigd Calvinist, zeg maar. Dat durf ik gerust te zeggen, wetend dat er ook zeer gewaardeerde evangelische of andere gekleurde broeders en zusters hier in ons midden zijn. En dat is heel goed. Maar voor degenen die niet in die gereformeerde gezindten zitten en die, nou, laten we zeggen, die omgeving wat minder kennen, dan is het wel goed om te weten dat het gedeelte wat we nu gaan lezen, ja, dat die met name in de gezindheid in de reformatorische kerk enorm veel betekenis heeft. De woorden van Jezus die daar klinken, dat evenwicht wat daarin doorklinkt, met het perspectief op de opstanding der dagen, zijn opstanding als een prelude op de opstanding straks van alle die zijn verschijning hebben liefgekregen. Voor degenen die niet mijn achtergrond delen, is dat wel goed om te weten van, hey, dat is voor die groep van de kerk in Nederland dus blijkbaar een heel belangrijk bijbelgedeelte. Goed, Johannes 6 vers 35, daarin is Jezus in gesprek en hij roept voortdurend irritatie op. Hij is zo exclusief dat hij de enige weg is tot de Vader, dat er allerlei soorten religies, geestelijke stromingen, sekteleiders en wat dan ook zijn. En Jezus zegt daar vrij simpel van, ah, die hebben gewoon geen gelijk. Die hebben het gewoon niet bij het rechte eind. Gaat maar checken, maar vroeg of laat zul je ontdekken dat het niet klopt. Alleen ik heb woorden van eeuwig leven. Want ik kom bij de Vader vandaan, ik ben God zelf, mens geworden. Mij kun je echt niet op een fout betrappen. Het is vervelend, maar ik heb wel gelijk. Dus je doet er goed aan om naar me te luisteren. Maar de mensen in die tijd, en dat speelt vandaag de dag in Nederland ook nog wel een beetje, hebben het er niet zo op als iemand gaat zeggen, ja, ik heb gelijk en jij niet. En ik wil kunnen best een mooi gesprek voeren, maar ik heb wel gewoon gelijk. Daar hou ik niet van hoor. Een beetje polderen, zeg maar. Maar dat zit er bij de Heer Jezus niet bij. En de Joden irriteren zich eraan. Dat hij zich aan God gelijk maakt. Nou, dat vinden ze blasfemie, hè? Godslasterlijk. Dat hij zich vergelijkt met dat manna wat in het Oude Testament uit de hemel kwam neerdalen. Dat hij dat ware brood is wat nooit opgaat. Nou, daar hebben ze wel wat kritische vragen over. Dat nemen ze echt niet zomaar aan. En Jezus blijft wel in gesprek, maar houdt wel koers in zijn eigen woorden. En dat, in die geschiedenis, in dat gesprek, in die woordenwisseling over Jezus, en kan hij dat zomaar zeggen, dat hij de enige echte is, al dat radicale en dat exclusieve, dat jeukt. En Jezus gaat gewoon door en hij zegt tegen hen, ik ben het brood van het leven. Maar ik ben niet een sekteleider waarbij een klein clubje mensen maar een grote zegen kan krijgen. Nee, Johannes 6 vers 35 gaat verder. Wie tot mij komt? Dus de nodiging is ruim en groot. Wie ook tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, wie zijn vertrouwen op mij stelt, wie het in mij, even met het thema van vanavond, wie het in mij ziet zitten, die zal nooit meer honger hebben, zal nooit meer dorst hebben. Jouw hart, wat iedere keer weer verlangt naar vervulling, naar zegen, naar wat maar blijft jagen en wat maar onrustig blijft. Jouw hart blijft onrustig totdat je rust vindt bij mij en bij mij alleen. Jouw hart is hongerig, jouw hart is dorstig, maar je vindt het bij mij en bij mij alleen. Maar ik heb u gezegd dat u mij wel gezien hebt. Oh, nou dat is toch mooi. Maar toch gelooft u niet. Dus ik heb zelf als kleine jongen altijd gedacht, als mijn moeder me voorlas uit de kinderbijbel, of ik hoorde het op school of in de kerk, dan heb ik heel vaak gedacht van, oh, had ik daar nou maar bij gestaan, dat was het zo simpel om te geloven. Als ik maar met mijn eigen ogen gezien had dat hij dat met die wonderen en allemaal en zo deed, ja, dan is het vrij simpel om te geloven natuurlijk. Maar ja, nu moet je het maar geloven op grond van wat mannen hebben opgeschreven. Ja, is toch wel lastig. 2000 jaar geleden is het allemaal wat te vertrouwen en zo. Je kent die vragen misschien wel. En ik heb altijd gedacht, had ik er nou maar bij geweest, nou, dan had ik vooraan gestaan. Dan heb ik zeker te weten geloofd. Ja, dat is niet heel moeilijk, want dan zie je het gewoon voor je eigen ogen gebeuren. Dat is dus niet waar. Het maakt helemaal niks uit als Jezus vanavond hier, fysiek, met een lichaam, hier tegenwoordig zou zijn. En wij alle tot de erkenning moeten komen, deze is Jezus. Maakt niks uit. Dat maakt nog niet het verschil. Het probleem zit hier. Niet wat je met je ogen ziet, maar het probleem zit hier, diep van binnen, je hart. Dat zie je bij deze mensen die met Jezus in gesprek zijn en hem niet zo zien zitten ook. Want in vers 36 staat, ik heb het u wel gezegd, zegt Jezus. U hebt me gezien.
Ik heb allemaal wonderen gedaan, jullie in gesprek, maar toch geloof je niet. Dus blijkbaar ligt het probleem niet wat we met onze fysieke ogen zien, maar hoe ons hart is. Hoe ons hart is. En dan kun je bijna moedeloos worden. En van, nou, ja, weet je, als het dan afhangt van mij en van mijn presteren en van mijn goed kijken. Nou, ik heb niet zo heel veel hoge pet op van mezelf. Ik weet niet of ik dat wel ga redden. Of ik dat ware zicht, de echte visie op God zo gezegd, of ik dat wel heb. Of ik dat wel waar kan maken. En als ik het vandaag heb, heb ik het dan morgen ook nog. En als ik het morgen ook heb en volgende week, zou ik volgende maand dan ook nog echt zicht op God hebben? Of ben ik het dan kwijt? Nou, dat is niet heel erg vertroostend of zo, bemoedigend. Maar het mooie is, en daarom zijn deze woorden van Jezus zo heerlijk. Hij zegt, alles wat de Vader mij geeft, er is er daar eentje in control. Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. Ook al stribben jullie enorm tegen. Mijn Vader is bij macht om jullie de ogen te openen. Mijn Vader is bij macht om jullie harten te laten zien. Dat je bij mij werkelijk te eten krijgt en bij mij werkelijk te drinken. Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En in de gereformeerde gezindte is er dan ook wel een beetje een angst. Daarom was mijn inleiding net zo. Want in de gereformeerde gezindte is het dan zo, ja, oké, God is in control. Het hangt niet van ons mensen af. God is die de genade leidt en stuurt. He's got the whole world in his hands. Het komt wel goed. Het loopt hem niet uit de hand. Hij regelt dat wel. Maar ja, zit ik daarbij? Als ik nou naar Jezus toe ga, als ik nou net als die moordenaar aan het kruis naar de gekruisigde en opgestaande Jezus toe ga, door zijn woorden te lezen, door een lied over hem te zingen en door in het gebed te gaan, zit hij dan op mij te wachten? Ben ik dan wel welkom? Want de Vader gaat er toch over? Die regelt dat toch? Die stuurt de mensen toch dat ze Jezus werkelijk gaan zien voor wie die is? Straks zit ik er niet bij die club. Dan ga ik kansloos naar Jezus toe. En daarom vind ik dit Bijbelvers zo mooi. Aan de ene kant zie je, God heeft het voor de 100% in zijn handen. Maak je geen zorgen en maak je ook geen illusies. Hij gaat over redding en niks en niemand anders. En tegelijkertijd, als je denkt van ja, nou ja, dat is één groot vraagteken of God aan mij wil hebben. En als ik in mijn eigen leven kijk, dan zal hij mij wel niet willen hebben. En daarom vind ik dat vers zo fantastisch. Wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. En voor het geval je van kleuren houdt, ik heb het in mijn Bijbel oranje gekleurd. Belofte in de Bijbel, ik doe dat niet altijd met alle Bijbelversen, maar sommige Bijbelversen vind ik zo mooi, dan geef ik ze een kleurtje. En oranje is een belofte. Zo'n tekst die ik aan mijn hart moet drukken. Als ik denk, ik red het niet meer. Ik hou dat niet, hele geloof hou ik niet meer vol. Als straks vervolging komt, als mij overkomt wat in Sri Lanka overkomt, weet ik niet hoor. Ik weet niet, held op een podium zijn is een eitje, maar held dan weet ik het niet. Ik denk niet dat ik zoveel praatjes heb. En dan bemoedigt mij zo'n vers. Dat God in alles in zijn handen heeft. En dat hij zegt, wie ook maar tot me komt, ik stuur je beslist niet weg. Want ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat hij me gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. Als ik deze woorden hoor, dan hoor ik het klinken, Marcel, je kan wel heel erg enorm aan jezelf twijfelen en dat het met dat geloven voor jou misschien helemaal niks is. Of misschien vandaag wel, maar morgen niet. God houdt de dingen in zijn hand. En niet alleen vandaag, niet alleen morgen, maar zelfs door de dood heen. En dat vind ik heel spannend. Maar zelfs door de dood heen zegt Jezus, Marcel, je doet er goed aan op je sterfbed om dan te hopen op mij, om te vertrouwen. Nee, je ziet er niks van inderdaad. Dood is dood. Maar vertrouw maar op mij. Ik zal je versteld laten staan. Je zult wat meemaken. Je zult wat zien. Maar alleen als je mijn woorden gelooft. Marcel, zo hoor ik het Heere God tegen mij zeggen en daarmee tegen jou. Geloof je dat ik een herder ben die goed voor zijn schapen zorgt? Ja? Nou, zing dan maar mee. Dat ik je herder ben. Laten we dat doen. En laten we deze liederen zittend zingen. Er zit weer een nieuw lied bij. Maar mooi lied. Heel mooi lied. Thank you.
de golven van de zee. Nam Gods genade ook mij mee, totdat ik stond op de vaste grond. Heere is mijn redding. Al moet ik door het duister gaan, zijn kracht helpt mij het te verstaan. En in de verte schemert licht. De Heere is mijn redding. Thank you.
Ik wil met jullie twee versen lezen, twee ontzettend moeilijke versen, maar ook ontzettend waardevolle versen als het gaat over het kruis van Christus en zijn opstanding en wat het kruis en de opstanding van Jezus nu voor een uitwerking heeft voor iedereen die in hem gelooft. Dat is wel wat hoger onderwijs, zeg maar ik dacht, we gaan het wel gewoon eventjes doen. Ik ga jullie namelijk proberen duidelijk te maken met een verhaaltje. Ja, je moet eigenlijk maar zo maar zien. Laten we eerst maar de Bijbel lezen, dat is in ieder geval wel duidelijk. Vers 6, Romeinen 6, vers 6. Dit weten wij toch, zegt Paulus, en hij schrijft dat aan de christenen die in Rome zitten. Dit weten wij toch, dat onze oude mens,
met hem gekruisigd is. Ons bestaan, ons leven, ons zijn, ons doen en laten, ons voelen en willen, zonder Jezus. Dat oude bestaan, dat is gekruisigd met Jezus. Zodat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden. En wij niet meer als een slaaf de zonde zouden dienen. Je bent vrijgekocht. Zonde vergeven, zeker. Bevrijd van de schuld, bevrijd van de schaamte vanwege je totale mislukken, zeker. Maar ook de boeien los van de macht van Satan en van het koninkrijk van de duisternis. Zodat je nu je lichaam, je zijn en je doen en laten kunt richten tot eer van God. En dat schrijft hij ook in Galaten 2 vers 20. In Galaten 2 vers 20 staat, ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Twee keer dat spreken over dat met Christus gekruisigd zijn. En ik kwam een heel wat jaren geleden kwam ik een merkwaardig waargebeurd verhaal tegen, wat het tegenovergestelde illustreert. En als je denkt, halverwege het verhaal van Marcel, ik vind dit een raar verhaal. Ja, ik ook. Maar het is wel waar gebeurd. En het illustreert heel goed wat Paulus niet bedoelt te zeggen met Romeinen 6 en Galaten 2. Nou, dat kan helpen. Wat was nou dat verhaal? Dat verhaal ging als volgt. Er schijnt ergens een school in India geweest te zijn die de gewoonte had om met Goede Vrijdag en Pasen de hele school om te toveren, als het ware, in een soort Jeruzalem. En alles en iedereen van de lagere en de hogere klassen werden ingedeeld en werden een rol toebedeeld. Het Bijbelverhaal van de kruisiging en de opstanding van Christus werd niet verteld. Zo ben ik altijd opgevoed. Uitbeelden, dat deed je gewoon niet. Vertellen is veel beter. Maar in India was dat heel anders. Daar dachten ze, we vertellen het niet. We gaan het een soort toneelspul van maken of zo. En iedereen op die school kreeg een rol. Nou, dat is mooi natuurlijk. Er was een halve klas, dat werd soldaatjes. Nou, die kregen een pakje aangemeten en die stonden dan rondom het kruis. Vervelend te doen. Je had wat toeschouwers, je had wat buitenlanders die te gast waren in Jeruzalem. En dan de vraag stelden, hey, wat is hier eigenlijk aan de hand? Ik ben hier voor het nu eerst. En je had wat mensen die de discipelen speelden. Nou ja, veel waren er niet, maar Johannes gelukkig wel. En Maria, de moeder van de Heer Jezus. En je kunt je voorstellen dat sommige kinderen op school dat wel een eer vonden om gevraagd te worden als Maria. Of om gevraagd te worden als of Johannes de apostel. En er waren ook drie soort van hoofdrollen te verdelen. Twee misdadigers en Jezus. En er was een jongen die kreeg de rol, jij mag als kleine jongen Jezus spelen. Nou, trots dat hij was. Dat ging hij doen. En op de grote dag dat dan gevierd werd op die school, werd hij op een gegeven moment, als de kruisiging werd voltrokken, werd hij aan een soort geïmproviseerd kruis opgehangen, met touwen vastgebonden. En nou, van veel pijn en verdriet was er op zijn gezicht niet zichtbaar, want hij zat te glimlachen. Hij vond dat mooi, jongen. Hij vond dat mooi. Die hele school zat te kijken en ja, hij stond toch wel een beetje in het middelpunt. Hij had niet helemaal begrepen, denk ik, wat er in de Bijbel stond. Maar goed, dat even terzijde. Zo speelde zich dat verhaal af. Hij werd daar opgehangen. Een van zijn klasgenootjes was een Romeins soldaat. En die had zich goed ingelezen. Misschien op het verkeerde moment. Maar die loopt naar het kruis waar zijn klasgenootje hangt. En hij haalt goed aan. En rochelt hem vol in zijn gezicht. Ja, jullie lachen. Maar op die school werd er niet gelachen. Doodse stilte. Voor even. Die klodder op dat manneke wat aan dat kruis hing. Die klodder zakt over zijn gezicht. Beduust kijkt hij om zich heen. Zo had hij het Bijbelverhaal nog nooit gelezen. En hij wordt zo gigantisch kwaad. Hij schiet, maar hij kan geen kant op. Hij schiet uit zijn slof. Hij scheldt hem voor alles wat mooi en lelijk is uit en roept, wacht maar tot ik er vanaf ben, jongen. Dan pak ik je. Ja. Nou, niks menselijks is mij vreemd. Dus ik kan me de woede en de teleurstelling en de boosheid van dat kleine manneke begrijpen. En misschien zeg je wel, zie je wel Marcel, je moet helemaal geen bibliodrama of toneelspelletjes doen. Je moet gewoon Bijbelverhaal vertellen. Dat is veel bijbelgetrouwer. En misschien ook wel. Maar wat wil er mij mee gezegd zijn?
dat met Christus gekruisigd zijn, dat als je door het geloof met de Heer Jezus verbonden bent, dan werkt het kruis op twee manieren. Aan de ene kant kijk je als gelovige naar het kruis als een soort van toeschouwer en zie je dat hij een offer bracht voor de zonde van de wereld en dat iedereen die in hem zijn vertrouwen stelt, vrede, vreugde en vergeving van zonde ontvangt. Dat wordt voor jou gedaan. Die rechtvaardiging is compleet buiten jouw toedoen. Volledig genade, volledig vrij. Jij hoeft niets te doen om jouw zonde vergeven te krijgen, dan alleen te kijken naar het Lam van God. Maar wat Paulus wil duidelijk maken in Romeinen 6 en in Galaten 2, is nou juist niet wat dat mannetje deed in India. Dat als jij dan met Christus verbonden bent en door het geloof één met hem bent, en dat is zo. Geloof is niet van ik sta hier en Jezus ja, hangt 2000 jaar ginds ergens ver weg. En dat geloven we dan, grote afstand. Nee, door het geloof ben je in geestelijk opzicht echt met de Heer Jezus verbonden. Door het werk van de geest is dat een diepere werkelijkheid dan dat jij en ik hier vanavond in de basiliek zitten. Als je werkelijk gelooft in Jezus is die innige geestelijke verbinding zo sterk dat Paulus zegt, realiseer je dan wel dat er niet alleen iets voor jou gebeurde, maar door het geloof ben jij ook met Christus en ben jij in Christus. En op het moment dat hij daar hangt, hang jij daar. En dan weer terug naar dat mannetje uit India. Als je dan dat mannetje ziet, die vol irritatie, niks geen geduld, niks geen vrede, niks geen vriendelijkheid, niks van de vruchten van de geest uit Galaten 5. Helemaal niets, maar vol vanuit het vlees, vol vanuit een getriggerd ego. Wacht maar jongen, ik pak je. Dat voorbeeld laat nou precies zien wat het christenleven niet is. Christenleven, een christen, ik hoop dat jij dat kent en mag weten door genade, die kijkt op twee manieren naar het kruis. Eén, kijk je naar het kruis als het ware met je armen over elkaar. Ik word gerechtvaardigd, mijn zonden worden vergeven alleen vanwege het werk van Christus. En ik krijg dat alleen maar omdat ik hem daarop vertrouw. Omdat hij zegt dat wie op hem vertrouwt, vergeving van zonde ontvangt. En ik vertrouw hem, ik geloof hem. En het tweede is dat je zegt, maar als ik dat dan echt geloof, als ik dat dan echt vertrouw voor mijn hart, voor mijn leven, werkelijk vrede, vergeving en vreugde, dankzij Jezus, als dat zo is, dan kun je niet zeggen, nou, ik ben nu 18, ik ben tot geloof gekomen, belijdenis gedaan, klaar, de rest van mijn leven doe ik mijn eigen ding. Nee. Dan kan het niet waar zijn dat je als het ware met Christus gekruisigd bent, met hem bent opgestaan, met hem bent gezeten in de hemelse gewesten. Lees de brieven van Paulus maar. Die beeldspraak zit er over en over in. Paulus wilde benadrukken dat het meest verschrikkelijke is als christenen wel roemen in het kruis, hij stierf voor mij en zich helemaal hees zingen om hem te danken voor de vergeving van zonden, maar dat in jouw leven niet dat gekruisigde leven zelf zichtbaar wordt. Dat is wel de bedoeling. Dat je niet als dat mannetje in India waar je net om lachte, dat jouw leven als jouw buurman, jouw collega, jouw medestudent, jouw zakenrelatie jou gewoon even fix te pakken heeft, gewoon smerig uithaalt, vul maar in wat je hebt meegemaakt, dat jij dan ook zo reageert. Dat. Maar dat de geest van Christus in jouw hart niet zichtbaar is. Dat helemaal niet zichtbaar is dat je met hem gekruisigd bent, dat oude bestaan weg is en dat nu de gave van de geest en het karakter van de geest in jouw leven zichtbaar is. Ik bedoel niet dat je volmaakt bent, hè? Maar ik bedoel dat jouw karakter steeds meer en meer gevormd wordt. En als je vandaag onderuit gaat, dan sta je weer op en dan kijk je naar het kruis en zeg je, Heere God, dank u wel dat u dat allemaal voor mij hebt gedaan. Zelfs mijn mislukte christenleven heeft u voor mij waargemaakt. U was de volmaakte christen en ik brak er niet veel van. Maar morgen wil ik wel weer dat gekruisigde en dat opgestane leven leven. Ik wil niet voor mezelf leven, zoals Paulus zegt, maar ik wil voor u leven. En ik wil luisteren naar uw woorden en werk met uw Heilige Geest in mijn hart en mijn leven, dat in mij, met alle lek en gebrek, met al die zonden en tekorten, dat lichaam van de zonde wat er nog steeds is, maar dat het zichtbaar wordt dat ik niet te vergeefs heb gekeken. Want het is het meest verschrikkelijke, echt waar. Het is het meest verschrikkelijke als jij de rest van je leven zegt, ik zie op het Lam van God. Maar je bent net als dat mannetje uit India. Bij alles wat er maar gebeurt in je leven reageer je meteen uit het vlees. En is er bar weinig zichtbaar van die geest van God die in jouw hart en leven werkt en jou kneedt al meer en meer naar het beeld van Christus. Maar mag ik je daar, weet je, dit geldt alleen voor jou als je al de Heer Jezus
ja, hebt aangenomen als je redder en zaligmaker, als je tot hem de toevlucht hebt genomen. Als dat zo is, mag ik je dan vragen om met mij, hè? Ik sta al iets hoger, maar dat is alleen maar fysiek. Alleen maar fysiek, geestelijk niet. Maar dat we samen kijken voor onze totale vergeving van zonde en het eeuwige leven, afhankelijk van het kruis van Christus, voor wat hij gedaan heeft, wat in de opstanding werd bevestigd. Maar dat jij en ik morgen op ons werk, in onze studie, noem het maar op, dat het zichtbaar wordt. Dat we met hem aan dat kruis hangen. En niet regeren vanuit ons eigen vlees, maar regeren, Heere God, leer mij naar uw wil te handelen. Laat me in uw waarheid wandelen. Neig dat hart van mij. Kneed dat, stuur dat en vorm dat steeds meer naar uw beeld. Dat wij niet, dat is het laatste, dat is verschrikkelijk namelijk. Dat wij niet als christenen zeggen, nou, de Heere Jezus heeft mijn zonde vergeven, maar dat ook werkelijk zo is. Ja, dat blijkt straks. Als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komt en Jezus komt terug, nou, wacht maar, dan zul je wel zien dat ik een echte christen was, want dan hoor ik erbij. Dan zit ik ook bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nee, laat dat nu al een beetje zichtbaar worden. Met lek en gebrek, zeker waar. Volmaaktheid komt hier niet. Dat komt als Jezus voor de tweede keer terugkomt. Maar mag het een beetje meer zijn? En mag het ietsje minder, ik hoop dat je dat manneke uit India nooit meer vergeet. Mag het ietsje minder vanuit dat vlees reageren? Als je werkelijk met Christus verbonden bent, dan mag het toch wel een klein beetje zichtbaar worden? Nou, als je nu denkt, dat wordt niks morgen. Nou, zing je dan samen met mij vol. Want samen zingen, dat helpt. Dat helpt. God zegent je daardoor, door samen te zingen, samen zijn woorden te beluisteren, samen het uit te zingen en uit te spreken. Heere God, ik heb u echt nodig. Want anders ga ik dat niet waarmaken en ga ik morgen toch weer vanuit mijn eigen vlees, vanuit mijn eigen ego reageren. Maar daarom zingen we zo heerlijk voor liederen vanavond. Om iedere keer weer dat hart te richten naar boven. En ja, zeg u het maar, zullen we staan of zullen we... Staan. Ik hoor hier staan, dan gaan staan. Oh,
see my name written in the wounds. For through your suffering I am free. Death is crushed to death, life is mine to live. Sit and talk the truth.
Ik heb twee mededelingen voor jullie. En dan gaan we weer heerlijk verder zingen. De eerste is al die papiertjes die jullie op jullie stoel hebben gehad. Eentje is de zoeklichtdagen, 27 en 28 december, twee identieke dagen. Van geloofstrusting zijn we nogal enthousiast van John Piper en van Verkampen, die kennen we ook wel. En van Van der Weert, die ken ik iets minder, maar die heb ik al eens ontmoet. Ook een hele aardige broeder. En voor jij daar geldt precies hetzelfde. Die hebben zeer geregeld dominee Verkampen te gast op een van hun avonden. Dus logisch dat we als organisatie zeggen, dit is echt de moeite waard om naartoe te gaan. Ook al is het een andere organisatie dan de onze, we zijn er wel heel erg enthousiast over. Tweede is een flyer voor geloofstrusting. Mocht je geen idee hebben wat geloofstrusting is, nou, dan heb je plezier straks op de weg terug naar huis op de achterbank. Kun je lekker lezen. En, oh, daar gaat hij. Nou ja, dat was hem. Wel alle aandacht voor het papiertje nu. Dat is, ah kijk, top. Dankjewel. Oh. Wat moest ik zonder jou? Dankjewel. Jij daar, flyer, zoek zeker even die website op. Doen ook schitterend veel werk onder jongeren. Veel jongerenavonden organiseren ze. Dus de moeite waard, zeker even kijken. Andere avonden is ook terug te kijken op de website van Jij daar. Maar de achterkant stelt je in staat om deze avonden mogelijk te maken. Gelukkig is deze locatie is iets makkelijker voor ons gemaakt om hier binnen te komen, want anders is het echt schier onmogelijk. Dat kan ik wel zeggen. Maar nog steeds, voordat iedereen denkt, oh, die 50 cent was blijkbaar genoeg. Nog steeds is het een uitdaging. Dus ik leg het gewoon bij jullie neer. En als je angst hebt van, ja, maar straks geef ik iets te veel, dan blijft er over. Dat zou jammer zijn. Dan geef ik het liever aan woord en daad of zo. Nou, woord en daad mag je ook gerust aan geven. Maar geef ook aan ons. Want alles wat overblijft, dat verdelen we onder onze organiserende organisaties om het werk wat we doen, de andere avonden, de websites die we ontwikkelen en artikelen die we vertalen, et cetera, om dat mogelijk te maken. Dus, nou ja, ik weet niet wat ik nog meer moet zeggen om jullie echt aan te moedigen om om gul te geven. En dat kan dus via dit kaartje. Je kunt ook naar geloofstrusting.nl/doneren. Dat kan ook. Je kunt ook gewoon contant geven. Voor degenen die op de avonden van Jij daar geregeld komen en daar zo'n speciale app, zo'n Giveit-app voor hebben, kun je ook gebruiken. En als je een andere manier hebt gevonden waarvan jij denkt, nou, hier zijn ze mee geholpen, doen. Goed, dat. Collecten. En dan gaan we heerlijk weer zingen.
God zag dat het goed was. De aarde vol glorie voor hem uitgespreid. Als een levend en kleurrijk tapijt. Waar wij ons in hem konden verheugen. Tot in eeuwigheid. Maar ik wilde iets beters. Alsof dat er was. Ik greep naar de verleiding, de zonde, het graf. Mijn ogen die gemaakt waren voor de glorie van God, verloren zich in alles wat mijn ware vreugde rooft. Daar stond ik, kwijtgeraakt, waar ik voor was gemaakt. Zou deze God mij geven waar ik in mijn rebellie om heb gevraagd? Ja, dat heb ik verdiend. Vol schuld sla ik mijn ogen neer en zie hoe de beker van de toorn is gevuld. Ik hoor een stem die spreekt, vol geduld. God laat zijn liefde zien. Zie het Lam van God en word gered. Geloof. En ik sta verbaasd. Ik kan het niet bevatten. Maar Jezus, hoe vaak heb ik u verloochend en gezegd dat ik u niet ken? Ik heb uw waarheid niet gezocht en uw schoonheid niet bewonderd. Uw beloftes niet geloofd en ik heb mezelf van uw liefde beroofd. Luister, het Lam spreekt. Ik ben gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is. Licht in mijn duisternis. Christus gaat de weg van zijn vader in gehoorzaamheid. Verraden, geslagen, gehoond. Als een misdadiger aan de mensen getoond. Wie kan het doorgronden? Wie kan dit doorzien? Alles aan het kruis daar is wat ik heb verdiend. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Hij staat in voor al mijn schuld. Hij drinkt de beker tot de laatste druppel. Hij heeft de wet vervuld. Het is volbracht. Ik ben getrokken vanuit het duister tot zijn heerlijk licht. Ik zie alles anders. Ik zie zijn gezicht. Hij is mijn lied in de stilte. De herder die mij leidt. Aanwezig als er niemand is. Mijn vreugde, nu en tot in eeuwigheid. Hij geeft mij overvloeiende wijn en verzadigend brood. Hij, het vernieuwende leven, de overwinnaar van mijn dood. De hoge priester die voor mij heeft gebeden. En dankzij hem zal mijn geloof niet vergaan. Hij heeft de wereld overwonnen. De soevereine koning boven alle koningen. Hij en hij alleen heeft het gedaan. De dood verslagen. Hij de genezer en bevrijder die mijn leven op zijn rekening wilde dragen. Hij zal mij eeuwig leiden. Nu en tot voorbij mijn graf. Hij houdt mij vast. Tot aan de laatste dag. Glorie zij aan God, de Vader, de Geest en de Zoon. De Middelaar, de Verlosser, de Redder, drie enige God. U draagt de zegenkroon.
Christus, de maak is ons groot. Christus.
De tijd vliegt als je het fijn hebt met elkaar. Ik wil één bijbeltekst met jullie lezen, Colossense 3. En dan gaan we de laatste liederen met elkaar zingen. Ik zal er niks over zeggen, maar in deze liederen klinkt door dat ons oog en ons hart gericht moet zijn op Jezus. Paulus zegt in Colossense 3, als u nu met Christus opgewekt bent, met hem gekruisigd en met hem bent opgestaan in een nieuw leven. Als dat nou echt zo is, hè, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn. Laat je hoofd en je hart daar vol mee zijn. Stop het vol. Hoe je het ook doet, maar zorg ervoor dat je hoofd en je hart zo vol zijn van Christus. Want u bent gestorven, met Christus gekruisigd, gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Zie je wel dat wat ik vertelde over Romeinen 6 en Galaten 2, dat verenigd zijn met Christus en zo. Die eenheid, die verbinding door het geloof, dat dat niet alleen maar in Romeinen 6 en Galaten 2 voorbij komt. In Colossense 3 ook. Verbonden met Christus. U bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Ik stel voor dat we nog twee liederen zingen en dat ik dan een afsluitend gebed uitspreek en dat we dan ons slotlied zingen. En de twee liederen voor ons gebed zijn hele verschillende liederen. Het ene lied wat we met elkaar gaan zingen heet O Kerk, sta op. Wat een aanmoediging is aan jezelf en een aanmoediging is aan je buurman en je buurvrouw om op te staan en daadwerkelijk dat leven van geloof, dat leven van genade, dat leven dat gekruisigde en opgestaande leven, dat leven zo te leven zoals Christus het ons voordoet en zoals de Geest ons dringt. En tegelijkertijd, als je die hoge en die grote woorden op je in laat werken, dan kun je ook een beetje moedeloos worden. En je denkt, jongens, maar hoe ga ik dat allemaal volhouden? En hoe krijg ik dat allemaal voor elkaar? Dat lukt me helemaal niet. En daarom is het tweede lied wat we met elkaar zingen echt een zegenlied. Een lied van vrede en van shalom. Dat je het jezelf en degene om je heen toezingt van, joh, aan de ene kant moet je opstaan en de wapenrusting aandoen. En dat gekruisigde en dat opgestaande leven leven. Geen smoesjes, doen. En twee, wat zouden we moeten doen zonder de genade van Christus? Wat zouden we moeten doen zonder het woord en zonder de geest? Dus laten we zingen van shalom en laten we zingen van zegen van de drie enige God. Want zonder hem redden we het echt niet. Die twee liederen zingen we en dan spreek ik een dankgebed uit. Kom maar staan. Thank you.
Ik heb mijn slotmededelingen even op een telefoon geschreven. Er zaten 2, 3 echt wel nieuwe liederen tussen vanavond. Misschien wel nog meer. Maar er waren er bij die in het Nederlands nog niet bestonden. Als je denkt, hey, die vind ik wel heel mooi. Of je kende ze in het Engels al wel. Hè? Oh Lord, my rock and my redeemer. Die we in het Nederlands hebben gezongen. En Christ is risen, he is risen indeed. Ook een lied van Sovereign Grace en van Keith en Christine Getty. Waar we als geloofstussing heel enthousiast over zijn. Morgenavond hebben we een vergadering. En dan gaan we zorgen dat die 3 liederen qua bladmuziek ook op de website van geloofstussing staan. geloofstussing.nl/liederen. Er staan er al 20. Als je een beetje een muziekliefhebber bent, ga er gerust heen. Download het gratis en vrij. En speel het thuis op JV, op welke club dan ook. Maar zing het uit volle borst. Dat is 1. 2, mij moest toch van het hart. Die 3 liederen waren nieuw. En ik heb al wel een beetje geroken en gemerkt dat we met een gemêleerd gezelschap hier vanavond waren. We waren niet allemaal uit hetzelfde kerkverband, dat wist ik wel heel zeker. En dat vond ik heel erg mooi. Ik vind het echt heel erg mooi dat dat kan. En dat dat, nou, dat we verschillende achtergronden, wel dezelfde voorgrond. En ik moest me toch van het hart om te zeggen, 1 dat. En 2 dat er zo heerlijk gezongen is. Zeker bij die gouden ouwe. Er werd ontzettend goed gezongen. En dank daarvoor dat jullie daarin jullie stem echt lieten horen.
Ik kreeg mee dat van een aantal mensen zeiden van, ja, ik was net mijn machtiging aan het invullen en toen kwam dat karretje al voorbij. Of die emmer, dat schiet allemaal niet op. Dus daar stak een collecte bij de deur. Dat moet je dus niet als beledigend oppatten. Ik had van, ja, ik heb er net 5 euro ingegropt en er moet nog 5 euro bij. Dat mag altijd. Dat is het punt niet. Maar zo moet je hem dus niet opvatten. We zetten die collectes bij de deur niet om 2 keer geld te vangen, maar om je de mogelijkheid te bieden om geld te geven als je dat net in de gauwigheid niet lukte. Nou, dan ben ik bijna door mijn verhaaltje heen. Oh ja, ook nog leuk. Er waren hier twee meiden vanavond aanwezig die het echt naar hun zin hebben gehad. Zelfs zo naar hun zin hebben gehad dat ze even vergeten zijn dat hun bus niet meer vertrekt. Dus ze komen nu nooit meer in Amersfoort aan. Wie kan het zaallicht even aan, Peter? Wie van jullie gaat naar Amersfoort? Ja, hier? Nou, gered. Je bent top. Dankjewel. Hier vooraan, moet goed komen, komen jullie ook weer thuis. En anders hebben ze hier bij de basiliek allicht achter in de coulissen nog wel een plekje, maar zou ik niet doen. Goed, dank aan alle die deze avond hebben mogelijk gemaakt, voor de schermen, achter de schermen. Het zijn er ontzettend veel en ik heb ook in de opbouw gezien hoe ik ken ze niet allemaal supergoed, maar degene die ik ken en degene die ik een beetje ken, weet ik dat ze zullen zeggen, joh, dat applaus hoeft helemaal niet, want we hebben het graag gedaan. Het is onze dienst aan de Heere God en heerlijk als we daarmee andere christenen ook kunnen dienen. Dus zij zaten niet op het applaus te wachten, maar het wordt vast en zeker wel gewaardeerd en fijn om te horen dat jullie het mooi gevonden hebben. Goed, ik stel voor dat ik afsluit met dankgebed en dat we dan staande het laatste lied zingen, U zij de glorie. En dan wens ik jullie allen wel thuis. Ga met God en leef dat leven waar het de hele avond over ging. Goed, laten we eindigen. Drie enige God, Heere, wat is het heerlijk om uw woorden te mogen lezen. Dat we in een land leven waarin we vrij zijn. Vrij om uw naam te belijden. Heer, de afgelopen week hebben we weer zo sterk gemerkt dat lang niet iedereen op deze wereldbol vrij is om uw naam te belijden. En dat het sommigen zelfs hun leven kost. Heer, wees nabij op al die plekken waar dat vrijmoedig en uit volle borst zingen niet kan. Maar waar in zoldertjes of in kelders samengekomen wordt. En waarin wel gezongen wordt, maar fluisterend of bijna ja, sprekend met lippen. Heer, op al die plekken waar die lofzang in stilte, fluisterend, of zoals vanavond hier, uit volle borst, waarin dat klinkt. Heere, zuiver die lofzang voor uw troon en heilig het. En laat het een klank zijn, niet waar u zich aan irriteert, omdat we met onze mond wel zingen, maar met ons leven iets anders doen. Maar dat het samenvalt, dat ons hoofd en ons hart en onze lippen hetzelfde getuigen. Namelijk onze hoop en onze verwachting is van Jezus Christus. En die gekruisigd en na 3 dagen weer opgestaan uit de dood. Christus leeft. Hij verrees uit de dood. En zijn dood en opstanding geeft mij vrede, vergeving en eeuwige vreugde. Hij is de weg voorgegaan. En ik wandel in zijn voetstappen. Heren, laat dat onze belijdenis zijn. Laat dat onze belijdenis zijn. En sommigen van ons leven op dat toppunt van dat geloven. En het gaat heerlijk. De afgelopen weken al misschien wel belijdenis gedaan. En oh, het was fantastisch. Het was zo goed. Het was zo heerlijk. Maar eerder ook genoeg vanavond die het gevoel hadden, wat ben ik eigenlijk een hypocriet? Ik zit mee te zingen, maar ik meen er eigenlijk bar weinig van. Heren, wees nabij. In onze hoogtepunten en in onze diepte. U kunt erbij, u kunt eronder, u kunt ons dragen. En daar is onze hoop op gevestigd. Lam van God, dat de zonde der wereld draagt. Draag ons in uw armen en breng ons veilig thuis. Amen. Dank voor jullie komst en zing dat laatste lied nog even uit volle borst.
in my head.